Jij weet waar ik op vrouw ben. Goedemorgen. Hey, top, het kus. Dick, de wedstrijd tegen Top Os leek een eenvoudige overwinning. Ja, dat was ook zo. Nog iets te lang wachten op de eerste goal, dat vond ik. Vond de eerste helft ook minder goed dan de tweede helft. De tweede helft was eigenlijk kat en muis. En ja, we hadden meer doelpunten moeten scoren. Maar overal betrekkelijk eenvoudig gewonnen. En dat is knap na een wedstrijd zoals wij die tegen Fortuna hebben gespeeld. In een ander stadion, met minder mensen, met minder spanning, wedstrijdspanning denk ik. Ja, het iedere keer opnieuw leveren, dat hebben we goed gedaan. Ja, kun jij iets zeggen over de fitheid van de ploeg? Ja, dat is wel goed om te zien. Als je 120 minuten volle bak moet tegen een goede ploeg in de beker. Dan komt er een ontlading. Ja, dat vergt fysiek enorm veel. Maar als ik zie hoe onze jongens dat verteren. En eigenlijk vond ik in die wedstrijd dat wij fitter werden en waren dan onze tegenstander. Ja, dat zegt denk ik alles over ons. En dan de wedstrijd tegen FC Eindhoven. Hoe hebben jullie daar naartoe gewerkt deze week? Ja, we hebben een lange trainingsweek, eigenlijk een normale trainingsweek, 4 dagen. Om goed voor te bereiden op een stugge, taaie tegenstander, vind ik het. Weliswaar nog niet gewonnen in 2024, maar ja, moeilijk te bespelen met het systeem wat zij hebben. En aan de voorkant van het elftal met Rotier en met Slegers en met Koksu, ook wel jongens die iets kunnen. Direct naar de goal willen spelen. Dus ja, goed voorbereid en de sfeer is goed. Dus dat moet weer leiden tot een driepunter. Zo'n Engels programma brengt ook mee dat er misschien wat pijntjes zijn in de selectie. Is iedereen beschikbaar? Nee. Noam Emmeran is geblesseerd. Johan Hoven heeft gisteren ook een tikje gehad in de training, dus dat is twijfel. Vandaag kan hij niet trainen. Morgen gaan we zien hoe dat ervoor staat. Luciano Valente is 2 dagjes licht zieker geweest. Maar het lijkt eruit dat hij wel kan spelen. Maar dat zijn nog wel wat vraagtekentjes.